Er is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier of hier. Ik ben er weer, Wietje. Nou, je bent al aardig in de Sinterklaasstemming. Oh, telefoon. Met Jelger de Goochelaar. Dag Jelger. Aandacht, kom zo. Hé, kerel. Is Sinterklaas al gearriveerd? Jazeker. En hij logeert in het buurthuis met alle zwarte pieten. Oh, dat heb je prima geregeld, zeg. Nou, ik ben druk bezig met het instuderen van mijn danspasjes hè, voor het feest. Oh, leuk, commissaris. Lukt het een beetje? Ja, ja, dat gaat tiptop. Ja, maar Jelger, als je het niet erg vindt, ik ga verder met het instuderen van mijn danspasjes. Voor Sinterklaas. Goed, ja. Tot ziens, commissaris. Hey, met een vriendelijke groet, hè. Met slagroom. Wat, commissaris? Muziek. Stukje taart. En rood inpakpapier, ja, en dat combineert niet helemaal lekker. Maar wat nog erger was, dat ik een groen cadeau had en groen inpakpapier. Oh, nou, toen leek het natuurlijk net een kerstcadeau. Ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, vind ik ook. Nee, zou ik beginnen met koken? Ja, ja, lekker. Lekker. Oh, eindelijk. Heerlijk. Hey, wat ga je maken vanavond? Ja, een speciaal recept van mijn oma. Chili marsepini. Oei. Het is Sinterklaas. Dit keer niet te veel pepers, alsjeblieft, bakkers Piet. Dat brandt zo op je tong, hè? Oh, waar brandt het, Sinterklaas? Nee, dat is figuurlijk gesproken. Er is niet echt brand. Alweer niet. Ja, maar ik moet nu wel echt beginnen, jongens. Dus is de keuken links, rechts, onder? Weet ik. Oh, topper. Loop maar mee. Tot straks, jongens. Doei. Succes. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, met groene, ja, met dat inpakpapier. Ja, als het dan groen en rood, ja, dat gaat toch wel. Verveel ik u misschien, Sinterklaas? Nee, sorry. Neem me niet kwalijk, praatjes Piet. Nee, je verveelt me niet. Het is alleen, ik ben zo verschrikkelijk moe van die bootreis. Ik ga maar even een dusje doen. Dag Pieter. Dag Sinterklaas, welterusten. Dank jullie wel. Hé, lieve Piet, vind je ook niet dat Sinterklaas snel oud wordt? Ja. Dag Sinterklaas. Dag Piet Snot. Een nieuwe zakdoek. Ja, Sinterklaas, een mooie schone. Mooi hoor, mooi. U ziet er moe uit, Sinterklaas. Ja, ik voel me ook heel erg moe. Ik ga denk ik me even een klein dutje doen. Misschien kunt u van buiten even in het bos gaan wandelen. Lekker een frisse neus halen, daar knapt u vast van op. Het is wel eigenlijk een heel goed idee. En ik denk inderdaad dat een wandelingetje in het Belderse bos mij wel goed zou kunnen doen. Dank je wel voor de tip, Piet Snot. Graag gedaan, dankjewel. Sinterklaas. Achie! Thank you.
Ja, Piet Stad die heeft gelijk gehad. Wat is het heerlijk hier in het bos. Ah, wat een zaligheid om even weg te zijn uit Spanje, zeg. Als ik ook denk aan al het werk wat daar nog voor me ligt. 7 miljoen verlanglijstjes om doorheen te spitten. 14 miljoen cadeautjes die nog moeten worden gekocht. Want 2 gemiddeld per kind. Alhoewel, nee, het is tegenwoordig al 3 gemiddeld per kind. Dus dat is 7 miljoen maal 3 is 21 miljoen cadeautjes. Allemachtig zeg. Maar goed, daar moet ik nu niet even aan denken. Want per slot van rekening ben ik in het prachtige Belderse bos. Verhip? Door al dat geklets ben ik midden in het bos beland, zeg. Ik word toch ook echt een oude man, zeg. Nou ja, terug dan maar. Die kant. Wat is dat? Ja, was Sinterklaas maar nooit in het bos gaan lopen, dan was ons een hoop ellende bespaard gebleven. Diezelfde avond kwam Sinterklaas niet thuis. Maar de Zwarte Pieten, die hadden niets in de gaten. Ja, dus toen gingen we vorige week in het centrum in. Met hele gevulde jute zakken. Zat er in één van die zakken gewoon een gat. Dus dat hele centrum onder de kruidnoten en zo. Ja, ik zei nog tegen Piet, neem nou een andere zak. Maar ja. Volgens mij zit ik gewoon weer tegen mezelf aan te praten. Oh ja, natuurlijk. Iedereen ging naar bed. Met de enige echte Praatjes Piet. Ah, Praatjes Piet, met Jelger. Ah, Jelger. Ik heb jou zoveel te vertellen. Ja, dat geloof ik wel, maar ik heb een pyjama aan. Ik ga zo slapen. Slapen? Dat doet iedereen hier ook al. En hebben jullie het naar je zin in het buurthuis? Ja, reuze. Sinterklaas ook? Ja, volgens mij wel. Hoe bedoel je? Hij ging vanmiddag een dutje doen en sindsdien heb ik een nieuwe beneden gezien. Nou, dat vind ik niks voor Sinterklaas. Die slaapt toch nooit zo lang? Ja, ach, hij wordt ook een dagje ouder. Nou ja, ik ga ook naar bed. Welterusten, Praatjes Piet. Welterusten, Jelger. Praatjes Piet? Ja, Jelger. Kun je misschien aan Sinterklaas vragen of hij mij morgenochtend even belt? Ja, natuurlijk. Ga ik voor je doen. Goed. Welterusten. Welterusten. Zo, weet je, ik ga slapen. Wat rusten. Wat is er? Oh, ja, de schemerlamp. Ja, sorry, weet je. Ik weet dat je een beetje bang bent in het donker, maar de lamp is kapot. Nou, weet je wat? Anders kom ik vanavond wel in de woonkamer slapen. Hè? Dan hoef je niet bang te zijn, dan ben je niet zo alleen. Ben zo terug. Zo, weet je? Nu hoef je niet meer zo bang te zijn in het donker. Zo kan ik er zelf helemaal niet meer bij. Weet je, vooruit, van het bed af en iemand.
Oké, je mag wel blijven liggen, maar... Waar moet ik dan slapen? Weet je, morgen koop ik voor jou meteen een nieuwe schemerlamp. Met Jelge de Goochelaar. Wat zeg je? Nee, ik kom er meteen aan. Pieter! Sinterklaas is weg. Rustig. Wat is er aan de hand? Sinterklaas is weg. Weg? Hoe bedoel je weg? Vanmorgen ben ik op zijn kamer gaan checken of hij wakker was. Maar er was niemand. Maar is hij daar wel geweest? Nee, het bed was onbeslapen. Wacht even. Waar hebben jullie Sinterklaas voor het laatst gezien? Hier zo, hier op die stoel. Heb ik gecheckt. Ja, maar ik heb hem voor het laatst gezien voordat ik ging koken. Toen ik naar de keuken heen liep. Ja, maar misschien vond hij jouw eten gewoon absoluut niet lekker en is hij daarom weggegaan. Waarom stop je altijd te klagen over mijn eten? Wacht even. Als ik het goed begrijp, hebben jullie allemaal Sinterklaas hier voor het laatst gezien? Ja, nee. Nee, ik heb Sinterklaas voor het laatst gezien in de gang. En toen heb ik gezegd dat hij een frisse neus moest gaan halen in het Belderse bos. En toen zei Sinterklaas... Achoo! Was Sinterklaas verkouden dan? Nee, ik ben verkouden. En ik heb last van brandend maagzuur. Brand, waar is brand? Ze heeft alleen maar last van de buik. Ga maar lekker zitten. Ik ben toch bang dat er te veel pepers in de chili marsepini zaten. Je bent al zoveel ze niet overklaagd. Ik vind het gewoon echt niet meer leuk. Als ik het goed begrijp, is Sinterklaas dus gaan wandelen in het Belderse bos. Ja. Als je daar de weg niet kent, ben je in een mum van tijd verdwaald. Jelger, waar ga je naartoe? Ik ga Sinterklaas zoeken. Moeten we met je mee? Nee, doe me niet, anders zijn jullie straks ook nog verdwaald. Nee, ik ga wel alleen. Succes!